termen bezoldigingssysteem en loongebouw worden heel vaak door elkaar gebruikt en dat leidt soms tot verwarring. Thijs, in een eerdere vlog over het loongebouw heb je het gehad over allerlei onderwerpen die daarbij van belang waren. Maar zijn er nog meer dingen waar je het over wil hebben bij het loongebouw? Dat klopt. In een eerdere vlog heb ik gesproken over de elementen die wat ons betreft het meest essentieel zijn bij de discussie over het loongebouw. Dat zijn de functiewaardering, de harmonisatie van de tabellen, de waardering van de bijzondere positie van de militair en de arbeidsmarkttoelagen. Dit is echter niet alles. Daarbij komt ook nog de discussie over de rang versus functiebezoldiging. Oftewel, krijg ik betaald naar mijn rang of krijg ik betaald naar de functie die ik op dat moment bekleed. En de discussie over de max-max, wat komt te vervallen. Oftewel, hoe doorloop ik straks de verschillende rangen en tredes in het nieuwe loongebouw. Ook deze elementen zijn van belang. En daarbij komt ook nog de twee elementen van gratificaties en bindingspremies. Al deze elementen tezamen zullen we wat ons betreft moeten bekijken bij de discussie over het loongebouw. Thijs, regelmatig gaat het over het bezoldigingssysteem. Wat is nou precies het verschil tussen het bezoldigingssysteem en het loongebouw? Waar gaat het nu precies om? Dat klopt. De termen bezoldigingssysteem en loongebouw worden heel vaak door elkaar gebruikt en dat leidt soms tot verwarring. Het loongebouw dat bevat al die elementen die ik net heb benoemd. Het bezoldigingssysteem moet je echter breder zien. Bij het loongebouw gaat het over de structurele vaste componenten van onze beloning. En bij het bezoldigingssysteem is het dat plus de incidentele componenten zijnde het hele systeem van toelages. De positie van de NOV in het loongebouw, dat heb je eerder al toegelicht. Maar hoe staan jullie nu eigenlijk in de andere elementen van het bezoldigingssysteem? Als we kijken naar het systeem van toelages bij Defensie, dan is dat door zijn complexiteit haast niet meer te begrijpen. We hebben ook niet voor niets afgesproken om dit gehele systeem van toelages helemaal door te nemen en te bekijken wat daar nog van, wat er nog bij de tijd is en wat eigenlijk wel vereenvoudigd zou kunnen worden. Los van deze afspraak zijn wij van mening dat er ook een aantal toelages zijn die waar het nog ernstig tekort schiet. En dan heb ik het over de toelages voor militair specifiek overwerk. Dan hebben we het over varen, oefenen en missies. En de toelagen van onregelmatige dienst. Wat ons betreft zijn deze ver beneden niveau en moeten we die zo snel als mogelijk gaan herzien. Hoe? Nou, dat richt ik graag in een andere vlog toe. Samen, verenigd, strijden wij voor competitieve arbeidsvoorwaarden en een goede krijgsmacht. Wij zijn de NOV. Word ook lid.